Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Het is even geleden geweest dat jullie mijn hoofd nog eens zagen op een video. Maar zoals ik al eens heb verteld, hou ik nu heel erg veel tijd voor mezelf. Ik trek mezelf wat meer naar binnen. Omdat ik ook voel dat het voor mij nu ook wel nodig is in het proces dat ik mij heel erg bezighoudt met aarden, met veel tijd voor mezelf nemen, me rustig bezighouden. En ik denk dat het nog een lang proces gaat zijn. Dus ja, jullie zullen niet meer zoveel video's van mij zien als een tijdje terug. Maar af en toe zullen jullie nog wel van mij horen, zoals dat jullie ook wel merken als jullie mijn YouTube-kanaal volgen. Ik hou me heel erg veel bezig met lezen. Dat heb ik ook al in een vorige video, mijn laatste vorige video verteld. Ik ben de laatste, ik heb mijn passie voor lezen weer hervonden. Ik heb een hele tijd minder gelezen, maar nu lees ik weer heel erg graag. Ik ben ook nog altijd bezig met mijn spirituele werk natuurlijk. Ik ben heel erg veel bezig met mijn plantjes te verzorgen. Ik ben echt wel een grote plantenliefhebber. En binnenkort komt er ook nog een nieuwe, vandaag of morgen denk ik, een nieuwe drakenskul aan. Een waterdraak wordt deze wel genoemd. Dus blauwe obsidiaan. En ja, ik voelde mij daar heel erg toe geroepen. Dus ik heb deze besteld bij een lieve vrouwelijke lichtwerkster uit Nederland. En ja, ik heb ook nog altijd, ben nog altijd aan het wachten op mijn afgestemde schilderij. Dus ik heb bijna ook een kunstenares uit Nederland een schilderij laten maken, afgestemd op mijn energie. En ja, die is een hele tijd op reis geweest. Dus is me maar pas terug begonnen met aan mijn schilderij verder te werken. En ja, normaal zou die ergens volgende week nog toch moeten aankomen, heeft ze me verteld. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit om dat schilderij te ontvangen. Dus ik ben nog altijd met van alles, ondanks dat ik heel erg veel rust neem, ben ik toch nog wel met heel veel dingen bezig. Het zijn wel dingen die niet veel moeite vragen, waar ik wel ook wel rust van krijg. Dus dat is, ja, dat is sowieso wel heel erg goed natuurlijk. Ik hoop dat het met jullie ook nog allemaal heel erg goed gaat natuurlijk. Dus ja, jullie mogen ook altijd iets laten weten. En voor nu wens ik jullie allemaal nog heel erg veel liefs. En nog een heel erg leuke tijd toe.